wilt vissen, vissen, van harte welkom weer bij jouw maandlegging voor de maand oktober 2022. Leuk dat je komt kijken en ja, we gaan lekker starten. Mijn naam is Mireille van Rijn en alles wat je eventueel over me zou willen weten, kun je in de beschrijving van deze video vinden. En ook alle linkjes met tips, etc. En we starten met de chakra kaarten. Hele gave kaarten, maar dat gaan jullie zo vanzelf wel zien. Nou, ik begin een beetje verkouden te worden, dus dan weten jullie dat, dat mijn keel af en toe even dicht slaat. Even kijken, schepping en ontdekken heb ik voor jou, twee hele mooie kaarten. Schepping hoort ook echt wel bij de vissen, maar daar ga ik later meer over vertellen. Laten we ook even deze wijsheid orakelkaarten erbij gaan pakken. En dan gaan we erop los met de tarot. Ik ben heel benieuwd vissen. Meestal is die van jullie altijd heel anders dan alle andere sterrenbeelden, valt me altijd op. En we gaan gewoon kijken wat er mag gebeuren. Even kijken, samen creëren en ruimte maken. Dus, wat hebben wij? Ik heb deze twee kaarten voor jou en ik heb deze twee kaarten voor jullie. Kijk eens eventjes. Hele mooie kaarten. Nou, eens even kijken. Samen creëren, 40 is een 4, dus dat is ook een stabiliteit. Een 4-eenheid, ook heel erg mooi. Ruimte maken voor een nieuwe balans, want het is een 6, 42 is opgeteld 6. Ruimte maken, plek maken voor nieuwe dingen, maar ook letterlijk echt op gaan ruimen. En we gaan dingen ontdekken, dus laten we maar gewoon beginnen. En wat ik nog even aan wil tippen is misschien wel heel leuk, misschien heb je het nog niet gezien. Ik heb voor alle sterrenbeelden heb ik een Mercurius in retrograde in weegschaal reading gemaakt, omdat dat heel erg over relaties en de relatie met jezelf gaat. En ja, ik zou zeker ook eventjes naar die video nog kijken, want het gaat ook nog heel veel duidelijk maken eigenlijk voor je. Wat ik merk is dat heel veel van de readingen die ik nu maak aansluiten eigenlijk op die reading hiervoor. En de nieuwe maan staat natuurlijk ook weer online, dus daar kan je ook nog eens even lekker naar kijken. Wat hebben we hier? Staven 3, de kluizenaar, paasje, staven, de fool, bekers 3, zwaarde 4. En dan hebben we de lovers. Dan hebben we de koningin van staven. Staven 5 en staven 10. Oké, nou. Even kijken als ik ze iets meer zie. Je krijgt ze niet allemaal, hebben we ze in beeld, maar het meeste hebben we hier toch wel aardig zo. En dan laten we dan ook even kijken naar de Madame Lenneman, wat zij hierover te melden heeft. Eens even kijken. Dat is niet de bedoeling. Ik heb niet echt hele lekkere grip, merk ik. Oké. Oh, dat moet ik wel even melden. 6 oktober, ja, ik moet niks natuurlijk, krijg ik weer een operatie. Linkerknokkel en hier bij mijn rechter elleboog. Het hoort er niet te zitten, ze weten niet wat het is. Het is niks lelijks of kwaadaardigs, maar dan lig ik er even uit. Dus wil jij nog een consult, nog even snel voor die tijd. Tot en met 4 oktober kan ik je hier en daar nog wel ertussen zetten. En anders heb je na 6 oktober echt even een week of twee, verwacht ik, geduld nodig. Ik heb echt geen idee, maar dat schat ik zo in. Nou, wat heb ik hier allemaal voor jou? Letterlijk een liefdesbrief. Er wordt je wat aangereikt. De hond en het schip. We gaan daar straks ook nog extra verduidelijking bij pakken. Laten we eens even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Het anker, nieuwe plannen die je eigenlijk wil gaan smeden. Plannen die je hebt, die liggen ook verankerd. Dus dat je die plannen ging krijgen, lag ook al dik vet vast. Ja, en dan zit je in strijd. Moet ik dat dan wel doen? Terwijl je best makkelijk in de stroming ook mee kan gaan. Maar je gaat ook iets meester worden. En ja, ik pak voor jou de fool, dus de dwaas. En eigenlijk gaat die dwaas jou aanmoedigen van, joh, spring in het diepe. Ga gewoon. En wil je nou echt meer weten over de dwaas? Ik heb een video gepost met wat intro informatie. Dus ook de eerste drie kaarten heel uitgebreid van de grote arcanen.
verdiepjes in de dwaas. Want die is ook heel belangrijk. Maar dan kun je hem eens, als je het leuk vindt, op je gemak helemaal bekijken. Dat is natuurlijk maar een deel van de les. Maar is wel even leuk. Onbezonnen, vertrouwend op je intuïtie, op je doel afgaan en gewoon erin springen. Dat wordt eigenlijk, word je daarin aangemoedigd. Natuurlijk spring ik ook niet in de sloot als mijn vriendin in de sloot springt, bij wijze van. Dat is weer wat anders. Maar de plannen die je hebt, durf ze uit te voeren. Maar kijk wel uit met wie je ze bespreekt, want de roede is ook wat strijd. En ja, paasje zwaarder geeft ook aan, hey, let op listige tongen en valse tongen. De toren samen met de boom heb ik hier. Dus er staat een enorme groei op jou te wachten. Dat is 1. 2, dan heb ik hier voor jou staven 3. En dat is ook de uitgangspositie. Samen met de kluizenaar. De hermiet, de kluizenaar, de maagd. En jij gaat eigenlijk eens even kijken, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Welke richting? Want dat geeft die staven 3 ook aan. Hè? Van, hey, komt het bij me terug? Wil ik dat nog terug? Ga ik die kant op? Ga ik die kant op? Dus van 2 ga je dan naar 3. Hè? Dus dan komt er weer een facet bij, een thema bij. En daar hebben we ook weer bekers 3. Dus je mag even gaan kijken wat je nou eigenlijk precies zou willen en hoe je dat gaat doen. Op het inzicht heb ik voor jou bekers 3. Dat is aan de ene kant een wedergeboorte, geboorte, het leven vieren. Kan zijn dat er ook nog iemand, een derde, bijgekomen is. Nou, ik had het daar net ook al over. En na 2 komt 3, komt er altijd iets bij. Misschien heeft dat met een samenwerking te maken. Het kan natuurlijk ook in de relationele sfeer zijn dat er nog even iets speelt. Of dat er letterlijk een derde bij is gekomen, zullen we maar zeggen. Dus het kan ook voor geboorte staan. Maar het ligt op het inzicht. En eigenlijk heb ik vooral het gevoel dat jij nieuwe inzichten erbij gaat krijgen door die kluizen naar het hart gaat veel meer stromen. En je weet veel meer recht op jouw doelen af te gaan. Dus ga het maar vieren, ga het maar voelen. Ik heb hier wel een zwaarde 4, dus je moet ook nog ergens van bijkomen. Daar ga ik straks wel wat meer verduidelijking op pakken, want ik zie hier nou niet echt iets. Ja, hier misschien een beetje geroddelgedoe. Omdat hier ook die gesprekken liggen en die kunnen daar ook op wijzen. Zwaarde 4. 1 zwaard ligt de rust. Die andere zwaarden staan rechtop. Jij moet even tot rust komen. Je moet namelijk tot inzichten gaan komen. En die komen er ook aan. En even een slok. Dat bedoelde ik dus met mijn keel. Vitamine C water. Ik heb dat even... Ik drink dat al heel lang, maar ik had dacht een weekje van laat ik het maar niet doen. Ik moet wel zeggen dat het werkt. Dus ik gooi daar gewoon vitamine C poeder in. Dus ik merk wel dat het afneemt, maar of het helemaal herstelt. Oké, gesprekken die je gaat voeren, maar ook de communicatie die je gaat ontvangen. De inzichten die je gaat krijgen. We hebben hier natuurlijk ook de schepping en de ontdekking. Hè? Die hebben we natuurlijk ook getrokken. Dus die moeten we zeker niet vergeten. Maar ook die ruimte maken voor jezelf. Samen creëren. Letterlijk een ei ligt daar ook, wat je aan het creëren bent. Aan het broeden bent. Dus kijk eens even, het ei wat je aan het broeden bent. Maar die ruimte maken is ook belangrijk. En waarvoor moet je ruimte maken? Kijk eens even, de lovers, de geliefden. En ja, dat heeft met een enorme aantrekkingskracht te maken. Maar ook met... een nieuwe keuze die je gaat maken te maken. Er ligt een persoonlijk bericht en daar komen dus ook gesprekken over. Misschien ga jij die persoonlijke berichten wel sturen, dat kan ook nog. En er wordt je eigenlijk iets aangereikt. En ik had het net ook al van ja, het kan hier ook om een samenwerking gaan. En dit is de ondernemende dame. Maar we hebben hier met 2 keer vrouwelijke energie te maken, vrouwelijke invloed. Het kan wel een man zijn, maar dat kan natuurlijk een man zijn die zijn vrouwelijke kant aanboort. De koningin van staven, ondernemen. Ook recht, ja, eigenlijk weten hoe je je doel moet bereiken. En creatieve ideeën. Dus er komen allerlei ontzettend creatieve ideeën aan. En daar mag je gebruik van maken. Daarom ook even tot rust komen en ruimte maken. Samen creëren. Dus die samenwerking komt hier echt wel aan. En je gaat dingen ontdekken. Maar dat gebeurt natuurlijk in een creatief proces. Dus het een gaat samen met het ander. Zelden met die aantrekkingskracht. Want het kan heel goed dat die geliefde daadwerkelijk ook een rol speelt. Maar daar komen ook weer nieuwe ideeën op. Dat kan ook als een muze werken, als het ware.
Toch ben je bang voor verborgen vijanden. Nu vind ik dat ook helemaal niet raar in jouw situatie, vissen, want jij hebt toch de neiging om heel snel in energie van anderen mee te gaan. Dus blijf ook heel erg in je eigen cirkel. Je ziet het hier ook, hè? Bang om gewond te raken, bang om gekwetst te worden. Het idee dat je voor iedereen uit moet kijken, dat kan je natuurlijk ook overdrijven. Maar de hond ligt er ook bij, dus ja, eigenlijk mag ik je alleen maar aanmoedigen, vertrouw jezelf. Dat is heel erg belangrijk. En 1 plus 9 is een voltooiing en 1 plus 0, hè, 10, is ook weer dat nieuwe begin waar je op mag vertrouwen. En het kan nooit met alle vissen 100% resoneren. Dus check ook eens even waar je maan in staat en je ascendant video. En natuurlijk kun je altijd bij mij terecht voor een persoonlijk consult in de praktijk of telefonisch. Uitsluitend wel op afspraak. En je kan natuurlijk altijd direct terecht bij www.puurmedium.nl. Daarnaast vind je ook ontzettend veel bruikbare informatie aan meditaties, blogs, Lennemankaarten, betekenissen kun je er vinden en nog veel meer. Dus allemaal gratis, dat soort dingen. Dus ga daar zeker eens even kijken. Ja, einddoel is ook weer staven 10 met het schip. En eigenlijk hebben dingen heel veel energie gekost. Dus ik had het hier zo van, ja, ik snap eigenlijk niet waarom die zwaarde 4 hier ligt. Wat heeft jou zoveel energie gekost? Maar je bent ook in een bepaalde strijd beland geraakt. Maar het ruimte maken, er moet echt ruimte gemaakt worden. Dat kost je ook veel energie, zodat je weer helemaal opnieuw kan gaan stromen. Hè, want die staven 10 is ook de overgang naar een hele nieuwe structuur. We gaan met de extra tarotkaarten ook eens even kijken waar dit allemaal over gaat. En laten we dan beginnen met de Fool en de Roede. Waar gaat die Fool met de Roede over? Ik ben heel erg benieuwd. Starten ook weer nieuwe Lenneman en Tarot klas start er op. De datums en de linkjes vind je ook in de beschrijving. En ja, misschien vind je het leuk om eens eventjes een kijkje te nemen in die Tarot video. Dan kun je kennis maken met wat Tarot informatie. Ook superleuk. Eens kijken. Ook weer 7. Staven 7. Situatie achter je laten. Zwaarde 4. Ja. Hier hadden we natuurlijk ook al die zwaarde 4. En hier hebben we ook die staven 7. En dat is eigenlijk de strijd waar je mee zit. Wat jou heel veel energie kost. Maar wat kost je nou eigenlijk het meeste energie? De situatie achter je laten. Dat kost jou veel energie. Je kan het niet zo makkelijk loslaten. Dus dat is een beetje het verhaal. Je vindt het eigenlijk, hè, die ruimte maken, dat jezelf bevrijden. Dat vind je lastig. Losmaken vind ik ook weer zo'n zwaar woord. Als je het namelijk verandert in vrijmaken, heeft het een hele andere lading. Ik wil eens even weten waar dat inzicht over gaat. Die bekers 3 met die meneer. Waar gaat dat over? Wat mogen wij daarover weten? Oké. Heel, heel mooi. Luister, we hebben dus hier die bekers. Bekers 3, samen met die meneer. Dan hebben wij, er moet iets opgelost worden. En je moet dus letterlijk iets achter je laten. En dat vind je ook lastig. Dan hebben wij, je gaat iets nieuws creëren en iets nieuws zaaien. En er zijn positieve berichten, onder andere ook over geld. Maar ook over groei naar jou onderweg. En dat zien we hier ook. Ik denk dat je uit best wel een zwaar stuk komt. Ik pak hier ook namelijk de geliefde. Doe jezelf een plezier als je dat nog niet gedaan hebt. Ga even naar die weegschaal video kijken. De Mercurius in retrograde voor ieder sterrenbeeld. Mercurius loopt retrograde nog steeds. Ten tijde van deze video maken ook. En dat heeft alles met relaties, balans, relatie met jezelf te maken. Daar heb ik een special voor gedaan. Dus ga die zeker kijken, zodat je nog meer inzicht krijgt in dit hele verhaal voor jezelf. De geliefde ook weer, hè? Die keuze die je moet maken. Verleidingen, maar waarvoor ga je kiezen? En om die keuze te maken, zul je eerst echt het oude achter je moeten gaan laten. En daar heb je ook wat in vastgezeten. En er kloppen ook bepaalde dingen niet die er geweest zijn. Moet ik ook nog even zeggen. Ik wil nog even op het einddoel een paar kaarten trekken. Dus dat schip met die staven 10. Ik ben heel benieuwd. En dan gaan we natuurlijk nog wat extra liefde erbij halen. Laten we eens even kijken.
priester, munten of bekers. Ja, de priester. Advies inwinnen. Dus heb je daar behoefte aan? Zeker doen. Maar door je af te zonderen even. En we hebben natuurlijk ook al die toren en die boom getrokken. De toren kan ook afzondering zijn. Het is ook belangrijk dat je naar je ingevingen luistert. En dat je misschien even terug moet trekken om die inzichten te gaan ontvangen. Waarom? Er is een angst. En kijk eens even naar die bekers. En je ziet daar bekers, 7 bekers. 1 met een doek, maar waar jij je druk om maakt is eigenlijk, dit is de gifbeker. Zit er onder dat doek weer een gifbeker of kan het daadwerkelijk? En kan ik daarop vertrouwen? En hier wordt zo duidelijk gezegd, leer jezelf opnieuw vertrouwen. Nou, we gaan met de romantiekkaarten kijken. Wat de romantiek hierover te melden heeft. De engelen romantiekboodschappen, die valt er al uit. Hartstikke idee. Ik ben normaal niet zo van die kaarten die eruit vallen, maar het overkomt mij nu. Dus het zal zo zijn. Wat heb ik hier voor jou? Religieuze factoren. Je liefdesleven wordt beïnvloed door de religie van je opvoeding en je spirituele pad. En dan heb ik voor jou, blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen en een nieuwe liefde. Een nieuw iemand heeft jouw gevoel voor romantiek geprikkeld. Je hebt echt wel wat te doen. En ja, je komt tot allerlei ontdekkingen. Maar die ruimte maken is denk ik nog het allerbelangrijkste. Want hoe meer ruimte jij maakt voor jezelf en voor je situatie, hoe meer overzicht je krijgt. Deze 3 heb ik voor jou. En uiteraard gaan we natuurlijk nog een harte orakelkaart erbij pakken. We gaan eens even kijken. Ik krijg vaker de vraag, waar koop je die hartenkaarten? Die zijn er niet meer. Dus ja, ik kan ook niet zeggen waar je ze moet kopen, want die worden niet meer gedrukt. Helaas. Hij valt er niet uit, dus ik ga gewoon door. Met 1 keer schudden en dan zullen we de 2e ook wel hebben. Overgave, laat je maar gaan en alles komt goed samen met vertrouwen. Transformatie vindt plaats door acceptatie en je bevindt je echt wel in een enorm transformatieproces. Ik kan wel zeggen transformatieproces van de eeuw. Maar wees gerust, je bent niet de enige. Alle tekens, we hebben daar allemaal mee te maken. Dat heeft met allerlei standen te maken van de planeten. Die, ja, er lopen er uit mijn hoofd nu 6 retrograden. We zitten, het is de 24e, dus we zitten morgen met een nieuwe maan. Dat werkt ook nog door. Mercurius die nog retrograde loopt, loopt nog door. Er is heel veel wereldwijd aan de gang. Hoef ik jullie ook niet te vertellen. Hoef je ook geen medium voor te zijn om dat te zien. Maar, en dat is wel heel erg leuk, als je er echt eens in wil verdiepen, kijk eens bij Karen Hamakers op YouTube. Die laat precies zien aan de hand van de geschiedenis, de timeline, van allerlei gebeurtenissen met de timeline van allerlei planeetstanden die hetzelfde zijn. Dat legt ze allemaal naast elkaar en dat is echt waanzinnig. En daarom hou ik van astrologie. Ik wil het alleen maar nog beter leren. Ga daar eens naar kijken. Dan zie je hoe dat allemaal werkt en hoeveel invloed dat kan hebben. Als we het over de ontdekking en de schepping hebben. En ja, daar kom ik toch nog even bij op terug, vissen. Want dat vind ik toch wel belangrijk. Vissen en het 12e huis, dat is de al dat is. En de vissen zijn eigenlijk voor de heilige energie en de saamhorigheid en het goddelijke. Daar zijn ze heel erg mee verbonden. Vandaar dat ze ook zo enorm creatief zijn. En ik wil je aansporen om jou daarin verder te gaan ontwikkelen. Maar om het ook even te openen bij jezelf. Hoe zit dat ook alweer? Verder, ga eens op Puur Medium kijken voor al die leuke dingen die we jullie daar te bieden hebben. Laat me weten welke kaart je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Laat me sowieso weten hoe je de reading hebt ervaren. Ik vind dat super leuk om allemaal terug te lezen. En dan zit ik hier echt achter mijn laptop met een hele grote glimlach. Het geeft me energie, het geeft me inspiratie. Dus blijf dat zeker doen. Die duim omhoog is sowieso een hele kleine moeite.
Wil jij de video delen? Word ik daar heel blij van. Ik deel mijn kennis en mijn inzichten met jou. En als jij dat dan weer verspreidt, dan wordt het alleen maar groter. En je weet maar nooit wie die video tegenkomt door jou. En wat die persoon daar dan juist aan kan hebben. Voor nu wens ik je een hele mooie oktobermaand. Dankjewel weer voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende.